Is ze al uitgeput? Ja, nogal. Op dag 3 van de Gentse feesten waren niet alleen de volwassenen al uitgeteld, ook de kinderen hebben zich al zwaar geamuseerd. Een ideale stop daarvoor is Gentopia, voor feestneuzen van 0 tot 12 jaar. De Gentopia is eigenlijk het kinderdorp van de Gentse feesten. 'S Avonds is het altijd voor de grote mensen in het centrum, maar hier is het echt specifiek voor de kindjes. En willen we dat ook echt, dat de kindjes hier hun goed amuseren. Er is hier voor ieder wat wils. Is dat een goede plek om te komen als mama? Ja, toch wel. Je hebt wel 2 ogen nodig op je rug en van voor. Maar ze kunnen zich uitleven en ze gaan moe zijn vanavond. Daar twijfel ik niet aan. Maar het is Gentse feesten voor de kindjes ook, hè? Dat is waar. Applaus, Lisa. Naar voren en met z'n allen. Wat ga je nog doen nu? Nu gaan wij naar het springkasteel. En jij? Ook. Wat is het populairste? Het populairste is de springkastelen zeker. De concerten over de middag ook. De cirk voor te kleuren en te jongleren enzovoort. Dat vinden de kinderen zeker de max ook, ja. Vindt u het even leuk om naar Gentopia te komen als uw zoon? Ja, inderdaad. Het is wel superleuk. Het is sowieso de best. Hij is sowieso de best. Is het waar? Heeft hij gelijk? Ja. Hoe hou je dat eigenlijk in de lucht? Gewoon gooien met je eerne en dan terugvangen. Hoe lang zitten jullie hier al te kijken? Het zal een half uurtje zijn, denk ik. En hoe lang denken jullie hier nog te zitten? Oh, zeker nog een half uurtje, denk ik, ja. Hij is nu 6 maanden, dus het is zijn eerste Gentse feesten. En de eerste keer in de kidszone, hè. Ja. Dus aanpassen. Natuurlijk, hoe jonger ze gewend worden aan de Gentse feesten, hoe beter zeker? Ja, we moeten hem goed trainen, hè. Nog een leuke stop voor ouders en kinderen is Miramiro. Je kan er in de buurt altijd wel een gratis voorstelling mee pikken en daarna relaxen in het festivalhart. Dit jaar hebben we gekozen om een meer open vorm. Dus achter ons zien we een klim- en klauterinstallatie. De ouders en de kinderen mogen die zelf bouwen en daarna kunnen de kinderen daarin spelen. En elke dag wordt die wat groter en verandert die een beetje. Voor ons is dat belangrijk, een festival maak je samen en dat is er één van. Dus het feit dat ze dat zelf kunnen bouwen, dan is dat toch een soort ownership dat ze daar dan over hebben. Zij hebben dat gemaakt en dat is toch altijd wel heel fijn. Het is wat wisselvallig weer. Vorig jaar was het veel te warm. Nu is het af en toe regen. Heeft dat invloed soms op jullie programma? Ja, uiteraard. Weersomstandigheden heeft een heel grote invloed. Vooral omdat wij heel veel dingen ook in open lucht doen. En dat is enerzijds voor de artiesten soms moeilijk. Als het te warm is het soms gevaarlijk om op te treden. Als het regent, is het ook gevaarlijk om voor blessures en dergelijke. Dus dat maakt het wel zeer intensief. Gelukkig heb je een flexibel publiek, denk ik, in de Gentse feesten. Ja, dat is wel. De meeste mensen hebben daar echt wel begrip voor als we dat goed uitleggen. En natuurlijk, we hebben ook al een heel trouw publiek, dus die weten ondertussen ook al hoe het werkt. We hebben na deze avond nog 2 dagen te gaan, maandag en dinsdag. Er is ook een wissel in het programma. Bijvoorbeeld Morphosis zal verdwijnen en komt een mini-relaxeret. Dat is een hangmatinstallatie met audiofragmenten die je kan horen. En er komen ook andere voorstellingen. Ik hoop dat het weer dan weer wat opklaart en dat we nog een fijne 2 dagen hebben. Voetballen! Wij willen voetballen! Wij willen!
open draaien. 5, 6. Wie graag eens de benen wil losgooien of zijn dance skills wil verbeteren, in het Boudelooppark zijn er dagelijks heel wat dansinitiaties. Gisteren was er ook een dansworkshop voor doven en slechthorenden. Voor ons is inclusie of iedereen danst een alledaagse normaliteit. Dus wij dansen altijd allemaal samen. En de Gentse feesten is iedereen samen. En wij vinden dat dan ook heel belangrijk dat wij in het straatbeeld ook eens aandacht hebben voor doven en slechthorenden. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Stop. Oké. De man die... Voor eerst heb ik een hele goede danspartner die gebarentaal kan. Zij heeft ook heel veel ervaring met mensen die doof en slechthorend zijn. En wij gaan vooral te werk met voelen, stampen, heel veel bewegen en een soort geluid gaan reproduceren in de beweging. En daarnaast ook gaan we heel vaak een zware bas gaan gebruiken. Sinds vorig jaar heeft het Trefpunt Festival in het Boudelooppark een nieuwe look gekregen. Je vindt er verschillende podia voor een heel divers publiek en met muziek van over de hele wereld. Zo kon je kennis maken met een eeuwenoude traditie uit Turkije. Fasil. Fasil is eigenlijk een oude Turkse muzieksoort van de Ottomaanse Rijk. Dat is... muziek gemaakt met de oude instrumenten eigenlijk. Het eten, de sfeer, hoort dat er ook dan allemaal bij op zo'n avond? Traditie. Dat is een traditie dat van vroeger ook komt en dat is blijven duren ook. Het is ook een andere muziekvorm eigenlijk. En dat hoort erbij. Een glas raki en een beetje eten erbij. Dat is compleet een vastelavond. Wij hebben de Turkse afkomst, zoals je ziet, het publiek dat er hier is. Laten we zeggen, 80% is toch wel geen Turken. Dus, en als we zien wie dat er allemaal danst en de manier waarop dat wij dansen, echte Turken, dat iedereen daar meedoet, is wel echt fijn. Muziek verbindt met mensen die samenkomen en die samen eten en drinken en ook langzaam zat worden en zich amuseren en meezingen. Dat is het gegeven. En ik heb gemerkt, de centrale doet dat al jaren tijdens de Istanbul Express. We hebben het vorig jaar gedaan voor het eerst aan Sint-Jacobs. En nu voor de tweede keer hier. Ik denk dat het hier beter op zijn plek staat, onder de bomen. Het is hier heel schoon. Mensen zitten aan tafel, verbroederen en luisteren naar mooie muziek. Perfect passend bij wat we Trefpunt eigenlijk wil bereiken op de Gentse feesten, toch? Absoluut. En als we zeker iets kunnen doen om bevolkingsgroepen samen te brengen. Allee, dat is echt ons ding. You want me to talk nice to you? Let's do this shit. Hey, on a fateful day, 2001, 3rd of May, little me was born in a big world to rule. Always in for work and I like to go play. Rapping is my main, and on the side I do school. Act like a fool, no pressure. Cause when I'm in my city, I be hustling super clever. I feel at home in the night. Iedereen is belangrijk, hè? Gelijkheid, integratie, we willen zo culturele. Nu Gentenaars ook welkom zijn en die dat ook voelen, die ook thuis voelen en die ook respect hebben voor iedereen. Wij zijn belangrijk in de samenleving. Nice! I see you! Ik denk dat we nu met 12 mensen, 13 zoiets. 14, 15. Ja. Nog niet geteld, dat is belangrijk om straks het geld te verdelen, dat we weten met hoeveel dat we zijn. Of als je niemand kwijtgeraakt of zo. Ja, dat is ook zeer belangrijk inderdaad. Dat gebeurt al wel. Dat gebeurt toch. Dus, Ze zijn met veel en ze waren er nog allemaal bij, de muzikanten van Brassmatazz. En als je het geluk hebt om ze tegen te komen, dan is het gegarandeerd een feestje. Geen Gentse feesten, zonder de sfeermakers, de straatartiesten. Oh, het is sowieso, de sfeer zit er sowieso al in, dus om een laagje extra sfeer erop te leggen is niet zo moeilijk. En dat hebben de mensen ook heel graag. Er is heel veel volk dat langskomt. Ze zijn heel enthousiast om te blijven staan. Dus. En je speelt een beetje voor een thuispubliek ook. Hè. Er komt de hele tijd volk langs dat we kennen. Kunnen een keer, hey. En dan, ja, het is helemaal anders dan op een andere plek. Het is uniek om hier een keer te staan. Nog eentje voor de dans.
Is dat belangrijk, die feedback die je krijgt van het publiek? Ja, absoluut. Daar doe je het uiteindelijk wel voor. Hè. Muziek maken op zich is ook al tof, maar mensen er van zien genieten is wel het summum ervan voor mij. Ja, plus het geeft ook meer zin om zelf al je energie erin te steken. Als je het terugkrijgt, is het ook niet zo moeilijk om er zelf echt volledig voor te gaan. Uiteindelijk, iedereen dat hier staat op de Gentse feesten, staat hier ook om iets te laten zien. Wij kunnen even goed thuis spelen, in onze eigen garage, even leuk. Wij staan hier juist om die interactie met het publiek te kunnen hebben. En die eerste sets zijn wat gemoedelijker, maar we proberen wel het publiek mee te trekken. Omdat ook, ja, kinderen heb je heel vaak in de eerste sets. En dat is ook heel leuk om die een beetje, ja, daar rond te spelen, daar mee te spelen, die een beetje mee te trekken. En dan later is het dan eerder het minder nuchtere publiek. Dat is een heel andere sfeer, dat is ook heel leuk, dat is iets uitbundiger. Je haalt uw voldoening uit het publiek en zelfs al staan de meesten daar gewoon wat te kijken, er zijn altijd een paar die er echt, echt ten volle van genieten. Die zoekt eruit en voor die mensen spelen wij. Jullie hebben het eerste weekend overleefd, op naar de volgende. Geniet ervan en vooral... Goeie Gentse feesten! Hier Gent Bayram naar u! Hey!